Vandaag in Wegmisbruikers trapt deze vrouw haar nieuwe motor op zijn staart. 200, omdat hij meer dan 50 km per uur hard rijdt, wordt hij rijbewijs bij deze ingevorderd. Ze zijn toch niet van wegmisbruikers, hè? Ja. Godverdomme. Wil deze bumperklever zijn gevaarlijke rijgedrag maar niet onder ogen zien? U drukt u er gewoon vanaf. Nee. U drukt hem er wel vanaf. Nee. Die man die tikt op een gegeven moment zijn remlichten nog aan. Nee, dat bedoel ik. U ziet het gewoon niet. En slaat deze bestuurder op de vlucht voor de politie. Geef maar door de achtervolging. Ik denk dat ik zie staan jonge gasten. En ik zie jullie achter me aankeren. Ja. Ik denk dat ik heel snel wegwezen. En dan heb je denk ik last van een stijve middelvinger of zo? Of? Als je het gevoel hebt dat je wordt opgejaagd door de bestuurder achter je, kun je gewoon het best naar de rechterbaan en je lekker voorbij laten rijden. De bestuurder van deze Mercedes kiest er echter voor om het gas in te trappen en zijn voorgangers de stuipen op het lijf te jagen. Toch is daar geen enkele reden voor, want van de surveillanten gaat geen dreiging uit en ze hangen ook niet met rokende vuurwapens uit het raam, zoals ze zien in Eindhoven op de Eindhovenseweg Zuid. Surveillanten Jos en Ger zitten achter de bestuurder van een snelle Mercedes die met hoge snelheid door de bebouwde kom scheurt. Kier op. Hey. Goeiedag. Hoe hard rijdt hij hier? Hij zit zo tegen de 100, hè. Hey, mag je 80, hè? Ja. Dan moet je iets meer doen, hè. Even kijken wat hij gaat doen. De surveillanten hebben nog geen correcte meting op de bestuurder kunnen doen en besluiten hem te volgen. Maar de Mercedesrijder heeft al snel door dat de agenten in zijn kielzog zitten en houdt plotseling in. Maar dan verschijnt er een tweede Mercedes op het toneel. Nou, pak Jos. Super. Kijk of je je nacht redt. Ja, dank je. Pak hem eens af, Jos. Hoeveel? 160. En dat is een forse overschrijding wanneer je bedenkt dat de maximumsnelheid hier 120 bedraagt. Jos heeft ondertussen een tweede meting gestart. 67. Nee, je hebt behoorlijk te bumperen, ja. Dit is inderdaad een typisch gevalletje van bumperkleven. Je is ook bumper daar, zie je. En wat rijdt je nou? 130. Dan gaat hij rechts voorbij of niet? Ja, rechts inhalen. Wil je een print geven? Goed. Hé? Leg je nou erbij. Yo! Hey, dat springt hem. Heb je geluk? Kijk, dat krijg je zo overheen kan. De bestuurder krijgt een volgteken en Jos spreekt hem aan op zijn rijgedrag. Goeiedag. Ik had graag even uw rijbewijs gezien. Heb ik niet bij, meneer? Heb ik thuis liggen? Dat ligt meer. Heb ik thuis liggen? Zit de klepje even zo omhoog doen, dan kunnen we elkaar zien. Dat is iets prettiger. Als je even weg gaat met de camera. De camera die mag hier gewoon staan. Ja, oké. Okay. Ik ben gewoon mijn werk aan het doen. Die mensen zijn hun werk aan het doen. Dus we gaan me verder niet over liggen bakkeleien. Wilt u mijn legitimatiebewijs nog zien, meneer? Ja, is goed. Ik heb het gezien, meneer. Heeft u een ander identiteitsbewijs of iets van die naar bij? Een kopietje, denk ik. Wacht, ik kom even van die kant. Enig idee om hem laten stoppen, meneer? Dat is mooi, meneer. Ik denk een beetje voor de snelheid, maar ik dacht dat jullie achter die Mercedes met die andere aan zaten. Die een eind over de snelweg opschoot. Een beetje opgejaagd voelde ik mij eigenlijk, zeg maar. Oké. Okay. Een beetje... Nou, we hebben er beelden van gemaakt. Gelukkig kunnen die even komen kijken. Dan is de discussie van het opjagen direct ook meteen weg. Ah, oké. Okay. Laat u inderdaad stoppen voor de snelheid en voor het bumperkleven. Dag, meneer. Goedendag. Jacobs, politie Brabant, ja. Zuidoost. Hallo. Bekend gezicht. Bekend gezicht? Ja, tenminste van tv. Hè? Oh, van tv, ja. Ja, waar wij een beetje overvallen is de snelheid, maar goed, dat was eigenlijk al duidelijk, hè? Ja. En dan met name ook het kleven. Dat zal ik daar even laten zien. Ja, dat kan kloppen, maar ik zeg zit er echt kort op. Ja, ik vond eigenlijk een beetje... de manier van rijden, misschien met z'n drieën, alles bij elkaar een beetje, vond ik een beetje... ik had het idee van op een gegeven moment, er zit er maar eentje achterna of wat dan ook. En, ja, maar daar is dan nog nee. Geen reden om bij andere mensen vlak op de bumper gaan rijden. Nee, dat klopt. Dat ja. Kijk, volgens mij ging er niks dreigends van ontwijten. Er staken geen lopen uit het raam en zo. En dat soort dingen. Nee, dat niet, maar...
Hier loopt onze meting. Kijk, we laten nu een stukje weglopen, want dat maakt in principe niet uit. Op het moment dat u ons passeert, dan zetten wij het systeem in werking. En die berekent gewoon afstand en tijd. Er is geen spel tussen te krijgen. 167 op 1363 meter. Kijk, we zitten redelijk kort, maar we kunnen nou hier niet heel goed zien. Wij doen dat aan de hand van de schaduw van een auto. Dan kunnen we echt zien hoe kort dat is. Ja, ik denk dat ik er een meter of 5 zeg, er wel vanaf staan nog altijd. Ja, maar vindt u wel 5 meter is? Hè? Ja. Ik wil er wel een berekening op loslaten met 130. Ja. Dan gaat er ongeveer een, nou ik wil niet veel zeggen, maar toch gauw een 25 meter per seconde. Om te reageren hebben we ongeveer 1 seconde nodig en dan moet het toch behoorlijk fris zijn. Nou, dan gaat die 5 meter gaat echt niet redden als iets gebeurt. Hoor. Ja, ja. Een hele stapel kopieën. Eigenlijk moet je niet allemaal bij hebben. Ja, dankjewel. Ja. Zullen we het ook bij een waarschuwing laten? Dankjewel. Prima. Nog vragen? Nee, je doet ook een werkje. Ja, dat is wel de bedoeling dat we dat doen. Dus, nee. Okay. Dus alleen hier in Nederland vind ik voor zo net als je in Amsterdam rijdt ook die stukken waar je 90 mag rijden op 5 baans wegen. Ik ben 100% meer weg. Ik hoop dat het nog eens een keer beter wordt. Goed. Yo. De boete voor de snelheid loopt via de officier van justitie en voor het bumperkleven krijgt de man een waarschuwing. Van Brabant gaan we naar de regio Gelderland-Midden bij Harskamp op de Harderwijkerweg. Surfjante Erwin en Michel hebben 2 motorrijders in vizier die behoorlijk voortvarend over deze 80 kilometer weg scheuren. Je kan uitklokken, moet je uitklokken. Er zijn 4. Er gaan 60 in. Nieuwe. Jumpstart. Jumpstart? Ja. Dat is natuurlijk allemaal. Ja. Maar die eerste 100 hoeveel? 104. 104. 80. 100 is natuurlijk hard. Ja, dat kunnen ze daar wel krijgen hoor. Is ze voor? Ja, doe maar eens dan, want als we nou nog langer wachten dan... De heren krijgen beide een stopteken, maar de voorste motorrijder heeft het kennelijk niet door. Wil je iemand even uitstappen bij hem? Porto erbij? Ja, klaar. Terwijl Erwin de eerste Ducati-rijder aanspreekt, gaat Marcel achter de tweede motormuis aan, die zich ondertussen afvraagt waar zijn maatje toch is gebleven. Hallo, politie. Wilt even mee terugrijden naar hem? Ja? Dag heer, goedemiddag. Goedemiddag. Politie Gelderland-Midden, Hesselink is mijn naam. Goed. Jammer voor mij, maar dat is geen probleem hoor. We hebben een snelheidsmeting gedaan. Ja. In het gebied, het wildgebied. Het is daar 80 toegestaan. Je rijdt daar met 104 gemiddeld doorheen. Na een correctie praten we dan over 20 km per uur te hard. Dat is okay. Voor een dergelijke situatie is dat gewoon te hard. Ja. Ja. We hebben daar ook wat beelden van. U krijgt beide een bekeuring voor de snelheid. En nogmaals, er zijn wat beelden van. Die wil mijn collega u graag even laten zien. Kunt u het ook zien, meneer? Ik kan het. Geef gelukkig bedankt. Tom. Hoi, Marcel de Jong. Jullie komen hier zometeen voor langs rijden. Dat is vanaf de Harskamp richting deze kant. Ja. Ja? Kun je het kunnen herinneren? Toen zei je van, hé, 2 motorrijders. Dan moeten we even kijken. Nou, gaat gelijk al het gas er goed op. En dan zie je rechts onderaan onze geëikte snelheid. Eindelijk geen auto voor u. We hebben ook al een meting gestart. We hebben u ingeklokt op een vast punt langs de kant van de weg. We hebben eerst de tijd gestart en vervolgens de afstand. Ja. En dan komen we op een gemiddelde van dat stuk van net van 104. Is dat is voor... meneer voorin? Meneer de Ducati. 108 eurotjes. Plus 6 euro administratiekosten. Wat er nog aan ontbreekt is even een blaastestje. Dat doen we eigenlijk bij iedereen die we aan de kant zetten. Klein moment hoor. Oké, even diep inademen en stevig uitblazen. Blazen. Homa, hij is er al. Die is voor elkaar. Bedankt voor de medewerking. Okay. Voor de reis verder. Tot ziens. Dag. De heren kunnen hun toertocht hervatten en daar is het ook een prima weertje voor. De bekeuring voor de snelheid bedraagt 2x 108 euro. Van Gelderland zakken we af naar de regio Limburg-Noord bij Weert op de Suffolkweg Zuid. Sofiante Roel en Wesley zitten achter de Belgische bestuurder van een Golf die met hoge snelheid de bebouwde kom van Weert binnenrijdt. De agenten hebben een trajectmeting gestart en die komt uit op gemiddeld... 96, 50 stuk. 43 dag. Dat is gewoon niet allemaal fel. Dat is maar niet, hè?
een stopteken aan de voorzijde. Wesley geeft de bestuurder een stopteken en spreekt hem aan op zijn snelheid. Goedendag. Hebt u een idee waarom u in de kant zet? Ik denk dat ik mijn golven niet aan heb. Ja, dat ook, maar dat vind ik dan nog niet zo spannend. Uw snelheid. U kunt rijden over de Kempenweg. Dan gaat u over de rotonde heen, dan rijdt u rechtdoor. Dan krijg je eerst een stukje 80. Laat het onder de brug door. Daar is het 50. Dan meet u met 96. Wat? U komt de Kempenweg af vanuit België. Ja. Ja, dan rijdt u alsmaar rechtdoor. Krijgt u op het einde krijgt u rotonde. Ja, die steekt u recht erover. Dan gaat u een stukje naar beneden, daar is het 80. En dan gaat u onder de spoorbrug door. Ik weet wat je bedoelt. Daar is het 50. We hebben daar beelden van, dus als u bij mijn collega even in de auto wil zitten, kunt u even de beelden kijken. U krijgt van mij een bekeuring voor 43 km per uur te hard. Hoi, Roel Beiders. Ja. Dat is de weg van België richting Weert langs het kanaal. Je rijdt hier met 103, 105. Rij je de bebouwde kom binnen. En gelijk hier achter het viaduct heb je een straat liggen. Dan moeten de mensen hier rechts zien die spiegel. Die kunnen al niet naar rechts kijken. Die zien jou pas op het laatste moment aankomen. Die schatten jou met 50 dat je aankomt rijden, maar je rijdt twee keer zo hard. Als ze daar eentje denken van oh, die is nog ver weg, ik rij op. Als jij dan nog moet remmen. Nee, je ziet de meting niet nou lopen. De meting is net afgesloten. Voor 437 meter, 16, 28 seconden. Gordel heb je ook niet om, hè? Nee, heeft de collega dat. Heb jij nog vragen over de beelden? Nee. Ik weet dat ik het volgende. Dan handelt mijn collega het af met de bekeuring. Oké. Wens ik jou even een fijne avond. Bedankt. Mijn collega handelt even met je af. Ja. Meneer, dit is de bekeuring. Kijk, binnen 6 tot 8 weken krijgt u de beschikking thuis gestuurd. De kennisgever van bekeuring is het eigenlijk, sorry. Daar staat op hoeveel het gaat kosten en wat u moet doen om het te betalen. En dan gaat het vanzelf een einde komen. Doe het vervolgens een beetje rustig aan. Succes! De bekeuring loopt via de officier van justitie en voor de gordel krijgt de man een waarschuwing. Straks trapt deze vrouw haar nieuwe motor op zijn staart. 200. Omdat hij meer dan 50 km per uur te hard rijdt, wordt uw rijbewijs bij deze ingevorderd. Ze zijn toch niet van wegmisbruikers, hè? Ja. Godverdomme. Straks wil deze bumperklever zijn gevaarlijke rijgedrag maar niet onder ogen zien. Die drukt u er gewoon vanaf. Nee. U drukt hem er wel vanaf. Nee. Die man die tikt op een gegeven moment zijn remlichten nog aan. Nee, dat bedoel ik. U ziet het gewoon. Voor veel mensen is het een onweerstaanbaar automatisme om zodra de telefoon ook maar één keer rinkelt, koste wat het kost op te nemen. De bestuurder van deze Volkswagen Polo is ook bang om iets te missen, want hij kan de ringtoon van zijn mobieltje maar moeilijk weerstaan. En dan blijkt het ook nog eens om een bekende te gaan die de surveillanten nog uit vroegere tijden kennen. Eén groot feest der herkenning dus, zoals we zien in Arnhem op de Batavierenweg. Surveillanten Erwin en Marcel zien hoe de bestuurder van deze Volkswagen Polo mobiel zit te bellen achter het stuur. En daardoor wordt richting aangeven wel erg lastig. Wel een gordel. Maar ondertussen wordt er vrolijk doorgeklept. Voor een belletje aan de kant? Ja. En dan blijkt het om een oude bekende te gaan. Volg staat aan. Goeie. Dat die camera. Marcel. Hey. Goedemiddag. Hi. Moet ik nog legitimeren of niet? Nee. Hi. Hey. Er zit eerder klaar, dat zeker niet. Mensen filmen mijn werk. Ja, nee. Niet meer en niet minder. Doe mij straks maar weg. Kom allemaal goed. Nee, het volgende. Mobiel bellen. Ja, nee. Ik zag het. Weet je, maar hij belde op het eerder klaar, dus ik moest omkeren. Nee, sorry. Je krijgt wel een bonnetje voor. Ja, natuurlijk. Red bulletje? Soort? Kijk even naar het adres. Is dit het adres waar je op dit moment in staat? Nee, dat is, die auto staat van mijn broertje. En dat is mijn broertjes adres. Oké, nou, dan kom voor de postcode zo even terug. Ja. Ik moet even wat noteren en dan kom voor de postcode zo even bij je. Dit probleem. Ja? Nee, voor dat er langs. Is dat wel ontdekt, waarom niet? Nou, wie weet. Wie weet, toch? Dus kom je even gezellig bij staan. Moet toch het een en ander noteren. Hoe is het verder? Lekker, ja. Rustig. Ik heb vakantie, dus... Goed zo. Ja, een beetje te rustig. Lekker genieten. Nee. Verklaring? Is die al... Ja, mijn broertje zei het eerder is klaar. Normaal kom ik in de anderhalf klaar. Dan nou kom ik niet. Dus dat is het. Hij belde me op, ja. Automatisme, hè? Maar je kent gebeld hebben. Ja. Nee, ze belde me, maar ik heb de telefoon aan de oren, dus ja. Ja. Nou, als je even blaasters wil doen met een collega. Zeker. Goeie terug lucht nemen. Even blaasters, ik stop zeg.
Stop maar. Uitstekend. Ja, dat kennen we zo. Ja? Mag ik? Wat krijg ik hier? Dit is het bonnetje wat je meekrijgt. Ja. Mobiel bellen, 160 euro. Gelder. Plus de 6 euro administratiekosten, wat erbij bij komt. Kijk. Dit is voor u? Duurt een week of 3, 4. Ja, daar heb je probleem mee. Hoe lang komt 8 euro en dan staat daar een uiterlijke betaaldatum op. Ik ben een bekend mee, dat is niet de eerste keer dus. Dank voor de medewerking. Goede reis verder. Fijne opnames. Eet smakelijk verder. Klein balletje voor de ogen, dan ben ik je wend. Hoi, hoi. Hey, nou, op naar je broertje, want de piepers staan inmiddels koud te worden. De bekeuring voor het handheld bellen bedraagt 160 euro. Van Gelderland gaan we westwaarts naar de regio Haaglanden bij Hoogvliet op de Rijksweg A15. Sylviante Paul en Henry zitten achter de bestuurder van een Honda CBF. 150, 160... 70, 180, 190, 200, weet ik dat nog steeds. En die komt uit op een gemiddelde snelheid van 169 km per uur. Alle reden om deze motorrijder aan te spreken. Goedenavond. Het rijbewijs zou ik graag even gezien. Tuurlijk, moment even van de tas pakken. Ja, uiteraard. 24 man. Alsjeblieft. Ja, helemaal geweldig. De reden dat ik u even aan de kant zet, is uw snelheid. Dat dacht ik al. Ja, dan gaat de maximumsnelheid van 100 km per uur. Ja, en dan komen we op een gemiddelde snelheid van 169 km per uur. Dat is iets te hard. En omdat u meer dan 50 km per uur te hard rijdt, wordt uw rijbewijs bij deze ingevorderd. Ja. Het is net een nieuwe motorfiets. Kijk eens aan. Mijn collega heeft videobeelden. Als u even rechtsvoor even plaats wil nemen, kunt u die videobeelden even terugzien. Goedenavond. Henry de Bruin. Ze zijn toch niet van wegmisbruikers, hè? Ja. Ja. Godverdomme. Kijk, daar komt u. En daar gaat u. Dus wij trekken bij. Ja, u ziet al onze snelheid al. Uh-huh. Hier staat hij, 169 kilometer. Over gemeten... Uh-huh. Over 3426 meter, daar heeft hij 72 seconden over gedaan. En dan komt. Ik voelde dat met 3,6. Ja, en dan komt. Enzovoort. En dan komt hij op 169 kilometer. Daar gaat nog een correctie vanaf. 6. En dan blijft er 163 kilometer over. En wij hebben echt de snelheden boven de 200 moeten rijden om u bij te houden. Dus ik tik er zelf heel even de 200 aan. Ja, ja. Ik wil hem heel even proberen. Ik denk, was het rustig. Ik denk, ik moet toch eventjes proberen. Nou, zo rustig was het niet. Ja. Het was... Hij heeft vandaag zijn 1000 kilometer gebeurd gehad. Ja. Dus dat wil zeggen, ja, nu kan je toch een beetje gaan proberen. U wilde de hele tijd rustig gereden. Ik denk, weet je wat, ik ga het toch heel eventjes proberen. Het is nu wat rustiger. Ja. Heb je iemand om te bellen die de motor kan komen ophalen? Ja, maar die meneer die woont alleen. Dus die zal met de auto hier naartoe moeten komen. Ja. Ja, ik zou, als ik jou was, zou ik vervoer gaan zorgen in ieder geval voor die meneer. Ja, oké, moet ik even mijn telefoon pakken in de tas? Ja, dat is geen probleem. Kijken of hij zijn telefoon heeft opstaan, anders heb ik een probleem. Zou je met Peter en Jess naar hier willen naar mij toe willen komen? Nee, naar de. Weet het thuis, naar de heiplaats. De rijbewijs is ingevorderd. Ik heb te hard gereden. Nou, moederboos. Ja? Tuurlijk. Want die gaat u nu ophalen? Mijn vriend. Die komt met zijn auto naar hier. Ja. Zijn motorspullen. Die rijdt mijn motor naar huis. Ja. En dan rijdt mijn vader rijdt hem terug. Oké. Okay. En dan mijn zusje rijdt zijn auto terug. Oké, heel omslachtig. Ja. We hebben de videobeelden laten zien, hè, op de display en de meetapparatuur. Mm-hmm. Wilt u verder nog iets verklaren? Ja, het is een nieuwe motor. Okay. Hij heeft net een beurtje gehad, zijn 1000 kilometer beurt. Ja. Wat wil dus zeggen dat je hem daarna toch wel mag gaan belasten. Ja. Ik denk, het is de eerste dag gelijk. Dus jij dacht, ik ga hem belasten. Ik ga hem heel eventjes proberen. Ja, daar hebben we een mooie circuit voor in Nederland. Hè? Om even de maximum snelheid van de motorfiets te kunnen testen. September moet ik naar Lelystad, naar het politiecircuit. Oké. Okay. Met de bus waarschijnlijk dan. Laat ik hopen van niet. Ik denk, volgens mij kan ik af gaan bellen. Wanneer is het? September.
VRO. VRO 3. Oké. Okay. Ik heb 1 en 2 al gedaan. Wil je nog harder rijden? Heeft u verder nog varen? Ja, wanneer krijg ik mijn rijbewijs? Dat is aan de officier van justitie. Die gaat binnen 10 dagen een uitspraak daarover doen. Krijg ik dan dat per post thuis gestuurd? Of? Ja. Oké, okay. Binnen 10 dagen. Ja. Nou, dan wordt dat personeelszaken bellen of ze een taxi kunnen sturen. Dat zou natuurlijk mooi zijn, maar wij vragen ons af of het echt gaat gebeuren. De vrouw heeft in de tussentijd een vervangende chauffeur geregeld en haar lot ligt verder in de handen van de officier van justitie. Koos, de motorrijder die we net zagen, die mocht haar rijbewijs inleveren omdat ze 69 km per uur te hard reed. Maar eigenlijk kwam ze daar nog vrij goed mee weg, toch? Ja, zeker. Want die 69 km te hard, dat was een meting van de gemiddelde snelheid. Maar er zaten pieksnelheden bij van over de 200 km per uur. Dus er was ook al een reden geweest om de motorfiets in beslag te nemen. Nou had die vrouw het over een zogeheten VRO-cursus die ze binnenkort zou gaan volgen. Wat is dat precies? Nou, dat zijn voortgezette rijopleidingen. Waarbij je dus wat meer rijvaardigheid kan opdoen. Die worden gegeven door de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Motorrijders en ook door rijscholen en diverse verkeersinstituten. En wat leer je daar precies? Nou, in de VRO 1 daar leer je het remmen, het bereiden en het ontwijken van obstakels. Er zit een stukje mentale training in en je leert ook rijden op een vervuild wegdek. En die VRO 2 cursus? VRO 2, daar ga je eigenlijk de zaken die je bij VRO 1 hebt geleerd in de praktijk brengen. En tevens bij die VRO 2 worden de grenzen opgezocht van zowel de bestuurder als van de motor. En dat gebeurt op een zeer verantwoorde wijze op een afgesloten circuit. Dan heb je ook nog een VRO 3 cursus? Ja, dat is meer voor sportmotoren. Daar wordt geleerd om de bochten beter te nemen. Dus bochttechnieken, remtechnieken, het uitwijken in bepaalde gevaarlijke situaties. Maar ook dit is een cursus die zeer verantwoord wordt gegeven. En waarbij absoluut geen overbodige risico's worden genomen. En dan de laatste cursus waar jij waarschijnlijk de meeste affiniteit mee hebt. Ja, dat is de VRO-R-cursus. De R staat voor risico's. In die cursus wordt geleerd om gevaarlijke situaties te herkennen. Dus het gaat echt om verkeersinzicht. En ook dan naar aanleiding van wat je ziet, je gedrag aan te passen. Bij 80% van de ongelukken en 65% van de bijna-ongelukken spelen afleiding en onoplettendheid een rol. Bestuurders die hun hoofd niet bij de weg hebben, reageren trager, remmen later en harder en anticiperen slecht op het andere verkeer. Deze Renault-bestuurder heeft ook moeite om een rechte koers te varen, omdat hij met zijn navigatieapparatuur zit te klooien. En daardoor rijdt hij pontificaal de vluchtstrook op, zoals we zien bij Assen op de Rijksweg A28. Sofjan de Dik en Fred zien hoe de bestuurder van een vrachtwagen over de weg slingert en met twee wielen op de vluchtstrook rijdt. Het heeft er alle schijn van dat deze bestuurder zit te bellen en de agenten besluiten polshoogte te nemen. Ja, met zijn gsm bezig. Ja, kunnen we hem even meenemen. Hiermee naar beneden nemen? Of? Ja, nemen we hem even mee naar de carpool. Fred spreekt de bestuurder aan op zijn manoeuvres. Goedemiddag meneer. Molendijk, verkeerspolitie Drenthe. Ja, ik had het gezien. Ja, wij reden naast u en ik zie u op een gegeven moment bezig. Bezig, ja, met papieren. Was dat de gsm? Dat kleine ding? Ja, dat is een tijdje terug al, een paar kilometer terug. Nee, dat was niet met de gsm. Nee? Nee, ik was echt met... Want ik zie u even met de vluchtstrook opgaan. Ja, dus dat viel op. Ik ben heel druk, kijk, hier liggen mijn papieren. Ja? Ik ben daar heel druk, ik was er heel druk mee bezig een route te maken. Ja? Kijk, dit is mijn werknaam. Ik heb hem. En en ik moet nou naar Groningen, wat ver van glas wegbrengen. En ja, ik was gewoon even het adres precies aan het kijken. Schat ik iets in de hand. En oh, was dat het? De navigatie? Maar ik weet niet of dat... Wel... Nou, ik zag in ieder geval iets klein vierkants in uw hand. Ja, en ik weet niet zeker of het een gsm was, maar het gedrag was er wel naar. Nee, dat u op een gegeven moment de vluchtstrook opraadde, dat een stukje. Ik denk het was de tomtom, want kijk, ik moet naar Groningen namelijk. Hier. Ja. Ziet u dat? Alleen, dan ben je wel gevaarlijk bezig. Ja, ik weet het. In dit geval is het volgens ons nog een gegeven moment een waarschuwing. En die wil ik je hierbij ook geven. Is goed, nou, dat want ja, goed, daar hoef ik me niet voor te bedanken. Het punt is gewoon, je rijdt er even met al een klein beetje de vluchtstook op en weer terug. En op het moment dat daar wat staat, en voor je het weet zit je er bovenop. Klopt, je hebt wel gelijk. Ik geef u dan groot gelijk. Nee. Ik wou nog wel eventjes je rij- en kentekenbewijs zien. Ja, zeker. Kentekenbewijs. Oké, even... Maar en deze gsm, had u die niet in uw handen? Nee, die had ik echt niet in de handen. Nee? Nee, echt niet. Goed, neem die waarschuwing te harte. Ik neem hem te harte, ja. Om
ongelukken te voorkomen. Stop dus noods even op een parkeerplaats. Het was nu allemaal net een beetje kantje boord. Ik zeg van ja, net even met die wielen over de streep heen. Daarvoor viel je ons op. Ik zie op een gegeven moment dat je iets in je handen hebt. Nou, je mag iets in je handen hebben in de auto. GSM niet, maar de navigatie wel. Als ik duidelijk had gezien dat de GSM was, had je zonder meer een bekeuring gehad. Dit is dan die navigatie. Je bent met de papieren bezig. Doe dat niet. Stop even. Zoek het even uit en rij dan verder. Ja? Je moest nou door naar Groningen? Ja, naar Groningen. Oké, als je de parkeerplaats rondrijdt, hier eraf, waar die auto's heen gaan, zie je gewoon de borden Groningen weer. Ja? Oké, goeie reis verder. Dank u wel. Dag. Het is weliswaar toegestaan om andere zaken dan een mobiele telefoon in je handen te hebben, maar als je hierdoor gevaar of hinder veroorzaakt, ben je alsnog aan de beurt. Deze bestuurder komt goed weg, want voor deze keer krijgt hij alleen een waarschuwing. Straks slaat deze bestuurder op de vlucht voor de politie. Geef maar door, achtervolging. Ik zie stel jonge gasten en ik zie jullie achter me aankeren. Ja. Ik denk, nou moet ik heel snel wegwezen. En dan heb je denk ik last van een stijve middelvinger of zo? Of? Slaat deze bestuurder op de vlucht voor de politie. Geef maar door, achtervolging. Ik zie stel jonge gasten en ik zie jullie achter me aankeren. Ja. Ik denk, nou moet ik heel snel wegwezen. En dan heb je denk ik last van een stijve middelvinger of zo? Of? Als politieman of vrouw moet je van onbesproken gedrag zijn en zowel binnen als buiten diensttijd het goede voorbeeld geven. De bestuurder van deze Audi A4 werkt ook voor de politie, maar laat vooral zien hoe het niet moet, want ze rijdt met hoge snelheid over de randweg en van afstand houden heeft ze kennelijk nooit gehoord. En in zo'n geval kun je hoge vlaag springen, maar word je ook als diender op de bon geslingerd. Dat zien we bij Eindhoven op de N2. Surveillante Jos en Ger worden ingehaald door de bestuurder van een Audi A4 die de vaart er stevig in heeft zitten. De agenten starten direct een trajectmeting. Gaat hem lopen, hè? Gaat hem lopen op hem, hè? Ja, die loopt, ja. Ik wil niet wel zeggen, Jos, maar ik zou het even afklokken. 135. Nou, dan gaat de snelheid een beetje uit. En dat mag ook wel, want de limiet bedraagt hier 80. Hoe kort dat je erop zit? Ja. Heel erg kort. Ik heb eigenlijk staan te zien, Jos. Ja, ik kreeg ook al, hè. Maar dan wijkt de bestuurder van deze witte bestelbus uit naar de linkerbaan, waar de Audi-rijder vervolgens gevaarlijk dicht opkruipt. Waar zit Sam te fronden? Ja. Ik weet niet wat Sam aan het doen is, hoor. Nou, wij ook niet, maar deze afstand gaat nergens over. Echt heel kort op de 120. Ja, dat mee. Ja. De surveillanten moeten behoorlijk bijtrappen om de Audi-rijder in te halen. Ger gaat het gesprek met de bestuurder aan. Dag mevrouw. Collega's. Collega's? Ik ben van het Landelijk Verkeersbijstandteam. Ja. Van Quint. Ja. En mag u dan op deze manier rijden? Mag u dan elke bumper kleven? Wie gaat de bumper kleven? U. Want die van... Wie kleeft? Nou, sorry collega. Sorry, maar als er iemand bumper kleeft, bent u het hoor. Nou, u ook, want u heeft... Kom eens even kijken. Nee, want wij moesten voorbij. Hier. Wij willen voorbij. Op het laatste hier. Mag ik even iets zeggen? Ja, precies. Wij willen u voorbij. Ja. Op dat moment komt er een grijze bus komt voor u. En dan moeten wij afremmen. En daar moet ik ook afremmen. En daar moeten wij op afremmen. En dan, op dat moment moeten wij kleven. Ja. Maar dat is geen kleven, dat is afremmen, hè? Precies, toch? Ja. Dan komt u maar eens kijken of dat hier kleeft. Is goed. Kom maar eens even kijken. Is goed. En ik zag toevallig de collega's daar beneden staan en alleen rijden. Wij zijn niet gecharmeerd van uw rijgedrag. Sterker nog, ja. Wij hebben nu geklokt op 145, waar ja. 80 mag. U rijdt 65 km per uur te hard. Dus ik heb het rijbewijs al. Juist. Oh, dan is het goed. En wanneer, hoe kan ik er nou verder? Moet ik dan mijn man op gaan roepen? Bent u nu in dienst? Ik ben nu niet in dienst. Ja, nou. En dit is uw rijgedrag? Ja. Ja, dat is... Dan bel ik mijn man maar op, dan komt hij... Nou, nee, maar ik vind niet dat u een voorbeeld geeft van politie zijn. Ja, sorry dat ik moet zeggen, maar gaat u maar eens even kijken naar de beelden. Goed, kom maar. Ja, dan kunnen we het rijbewijs inleveren. En hoe gaat het nou in zijn werk? Ik weet het wel, ongeveer 5 dagen ben je niet kwijt, hè? Ja. En dan schrik ik me naar achter, dat weet ik. Hier komt hij ons voorbij gereden, Rijk. Ja. Is onze gereden snelheid? Ja. De collega zet hier een trajectmeting aan. Mm-hmm. En worden wij direct door die motorrijder worden wij iets opgehouden.
Ja, juist daarom. Je zit aan een gemiddelde snelheid van 145 kilometer. Ja. Ja. We rijden daar veel harder. We zitten daar aan 170 en dan zitten we vlak achter u, waar u tot 80 mag. Maar ja, sorry, ik ben verkeerd geweest. Ik moet mijn voorbeeld geven aan de burgers, sorry. Kijk, en hier zit een autootje voor u. Die BMW was dat. Een BMW was dat. En die ging opeens goed en weer ervoor. Maar die verwachten niet dat u met die snelheid daar aankomt. Ja. En dat is de reden waarom dat ze op het laatste moment naar links gaan. Want iedereen verwacht dat er 80 gereden wordt. Mm. Daar zit u heel kort op, ziet u dat? Daar zit geen 10 meter tussen. Nou, sterker nog, er zit er geen 5 meter meer tussen. En terwijl ik altijd 1-2 doen. 1-2, 1-2. Ja. Dat heb ik geleerd van onze collega's. Ja. Maar nou niet. Nou niet. 1-2. Ja, nou is nog niet 1. Ja. Op een gegeven moment komt u bij een busje en dan zit u ook van allerlei gebaren te maken in de auto. Weet u wat nou is? U moet afremmen en ik moest afremmen voor de busje en ik heb zo gedaan. De afstand houden, zo. Oké, de afstand houden. Afstand houden. Kijk eens aan. Ja, ik geef mijn collega ook nog een seintje van pas op, aan de kant de bus naar links. Want die kwam opeens van maar wij wouden u aan de kant zetten, bij de benzinepomp. Ja, daarom. Dus daar wouden we even bij en u liet ons niet voorbij. Ik zeg van de afstand houden, want ik denk, die... Die doen dadelijk een aanrijding, maak ik denk. Ja, dan ben je verder. Maak je snel na. Ja, man, ik ben daar aan het houden, die dus daarom. Ja, dan heb ik deze keer pech gehad. Ik moet me eraan houden, klaar. Sorry, collega's. Ik moet het goede voorbeeld stellen voor iedereen in Nederland. Sorry daarvoor. Uw rijbewijs nemen we in. Ja. U krijgt verbaal voor de snelheid. Voor de kleven laten wij zitten. Ja. Wat mag ik als verklaring opschrijven? Ja, u bent er niet het antwoord verplicht, maar dat weet u zelf ook, hè? Ik moet naar de fysiotherapie en ik was een beetje te laat, oké? Rijbewijs gaat hier naartoe. Ja. En telefoonnummer, het telefoonnummer even bellen, zo snel mogelijk. En dan kijken wat de officier beslist. Ja. Er wordt geen bedrag opgezet, maar ja, dat weet u, hè? En er staat u hebt 65 km per uur te hard gereden. Mm. En dat betekent... even kijken, gecorrigeerd. Ja. Betekent dat, 140, dat is gecorrigeerd. Ja. 60 daar. Maar de 80 mag. Hoewel deze bestuurder beweert dat ze bij de politie werkt, leert nader onderzoek dat ze daar helemaal niet bekend is. De vrouw wordt aangemeld voor een artikel 130 procedure bij het CBR om te kijken of ze überhaupt wel in staat is een voertuig te besturen. Haar rijbewijs is ze hoe dan ook een tijdje kwijt. Koos, justitie schijnt Nederlandse weggebruikers elk jaar te vragen naar hun mening over verkeerscontroles. Nou, volgens mij kunnen we daar kort over zijn, dat vinden ze natuurlijk helemaal niks. Ja, dat valt je dan misschien tegen, maar uit recent onderzoek blijkt dat het draagvlak voor de verkeerscontroles vrij groot is. Maar dat verbaast mij behoorlijk. Leg dat eens uit hoe dat kan. Nou, het blijkt dat van de mensen die ondervraagd zijn, 39% het prima vindt dat op alcohol gecontroleerd wordt. 31% is het echt eens met de controle op helm. 92% vindt dat de roodlichtcontroles erg nuttig zijn. En 39% van de mensen vindt ook de controles op het dragen van de gordel heel belangrijk. Maar is dit toch niet een beetje de grote goed nieuwsshow van justitie? Ik kan me echt niet voorstellen dat mensen blij zijn met snelheidscontroles. Bij snelheidscontroles ligt het inderdaad iets lager. Maar toch, 7 van de 10 mensen vinden het erg nuttig dat er snelheidscontroles worden gehouden. Alleen zie je wel uit het onderzoek dat mensen het belangrijker vinden dat op provinciale wegen en binnen de bebouwde kom gecontroleerd wordt dan op de autosnelwegen. Wie heeft het onderzoek uitgevoerd en hoe gaat het in zijn werk? Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van het Openbaar Ministerie. Het wordt gedaan door het bureau Intomarkt. En deze keer zijn er ook bijzondere groepen weggebruikers meegenomen. Onder andere de bronfietsers, de motorrijders, de beginnende bestuurders en de ouderen. Ik vind het natuurlijk allemaal prachtig, maar leiden die onderzoeksresultaten nou ook tot gewijzigd beleid bij justitie? Nou, voor wat betreft de handhaving blijkt dat we op de goede weg zitten. Wat betreft de infrastructuur is er nog wat te verbeteren. Veel mensen vinden hun buurt toch onveilig. Dus er moeten nog gesprekken met de wegbeheerder plaatsvinden om hier en daar situaties aan te passen. En dan is het vooral belangrijk dat de snelheid die op een weg geldt, past bij de infrastructuur van de weg. We gaan door naar de regio Gelderland-Midden, waar we een eigenwijze bestuurder treffen bij Ede op de Rijksweg A30. Surveillante Peter en Michel hebben de bestuurder van een Peugeot 307 in de peiling die zijn voorgangers van de weg probeert te duwen. Je laat hem al weten dat hij de kor opzet. Zo een schat. Heel kort. Hij rijdt ook door. Hij rijdt ook inderdaad behoorlijk door. Nou, kijk wat hij hier gaat doen. Hij gaat het rode kruis op.
zijn afstand? Ja, dat is ook niks. Dat is een meting. Als je wil. Gaat hij naar de volgende? 80, 88. Ja, de snelheid van 89. Dan gaat hij mij even voorbij. Peter spreekt de bestuurder aan op zijn beroerde rijgedrag. Goedemiddag. Goedemiddag. Peter Metselaar, video surveillance. Ja, ik had nog een merk, ja. Ja, feit waarom we u aan de kant zetten. Het kleven. De A30 naar de A12 toe. Die Honda voor u. Is niet zo netjes. Ja. Dan komt u op de A12. Gaat u de spitsstrook op terwijl het Rode Kruis brandt. Ja, dan had ik niet erover. Dan gaat u er weer tussen. En dan zit u achter die bestelauto. Ja. Ook met een tussenafstand waar geen personenauto tussen kan. Met een snelheid van, geëikt, 86 km per uur. Ja. Als je op je rem moet staan, ben je te laat. Dus ik nodig u even uit om de beelden te komen bekijken. Ja, je moet kijken. Nou, ik wil het u toch even laten zien. Want ja, ik wil het niet zien. Wilt ze niet zien. Nee, je weet waarom. Helemaal niet omdat ik daartussen zat. Nou, ik had niet inderdaad dat jullie gewoon tussen zaten. Jullie zaten naast mij. Ik denk, ja, ik ga het Rode Kruis op. Ik had gezien op een gegeven moment dat hij rood was. Ja. En dan zie ik die golf, dan zie ik gewoon doorrijden. Ik denk, ja, dat. Ik had er niet zo gezien. Nee. En dan gaan jullie. Maar het verhaal begint daarvoor al, hè? Bij die Honda. Ja, maar ja, maar die drukt u er gewoon vanaf. Die Honda. Die drukt u er gewoon vanaf. Nee. U drukt hem er wel vanaf. Nee. Die man die tikt op een gegeven moment zijn remlichten nog aan. Dat heb ik helemaal niet meer. Nee, dat bedoel ik. U ziet het gewoon niet. Ik ben hem overbij gegaan. Dus ik wil u gewoon even uitnodigen om die beelden te bekijken. Die wil ik helemaal niet zien. Wilt u niet zien? Nee? Ja, want ik weet dat ik in de foto ben gaan. Nou, dan wil ik uw rijbewijs straks zien. Dank u wel. Ja, ik maak het ook niet. Dus dan worden we nu in de zon. Nee, maar daarom zijn wij van de politie, meneer. Ja. En er staat een mooi artikel in het reglement. Ja, verkeersregels en verkeerstekens, dat wij daar uitzonderingen op hebben. Ja, maar... Want anders krijgen we bestuurders zoals u nooit aan de kant. Nou ja, dus en daarvoor is dat. Nee. Op nee. Ik ben niet eens op. Maar ik wil u even overtuigen. U zit naar ons te wijzen. Nee, maar ik probeer u even op uw eigen rijgedrag te wijzen. Nou ja, nee, dat gaat er niet om. En dat is gewoon niet goed. Nee, ja. Er rijden overtollig mensen aan de linkerkant, die gaan niet aan de rechterkant, die gaan niet naar rechts. Nee, en dan drukt u ze gewoon naar rechts. Ik druk ze niet naar rechts. U drukt ze wel naar rechts. Begrijp dat meneer er geen behoefte aan heeft om het te zien? Nee. Wat zegt u? Ik weet dat ik een fout ben geweest, maar niet alleen ik, er zijn meerdere geweest. Ja. Ach, zo moeilijk om uit te leggen als ze er geen beelden bij hebben. Daarom nodigen we u altijd uit om in de auto plaats te nemen. Ik heb het wel, maar ik ken de beelden, maar ik wil het niet zien. Nee, waarom niet? Nee, ik weet dat ik in de fout ben geweest. Ja, maar misschien is het iets om ervan te leren. Ik zeg dat ik fout ben geweest. Mag even blazen. Ga de gang. Blazen, 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 blazen. Stop maar. Dank u wel. Even van prima. Maar de bekeuring voor het Rode Kruis en het bumperkleven zijn iets minder prima. Het Rode Kruis, dat is 160. En het niet voldoende afstand houden is een bedrag wat de officier van justitie bepaalt. Dus dan krijgt u een schikkingsvoorstel thuisgestuurd. Ik vind het nog jammer dat u de beelden niet wil zien. Nee, nou ja. Want dat maakt een hoop duidelijk, hoor. Ja, maar ik schiet er niks meer op. Dus. Nou ja, ik denk het uiteindelijk wel. Ja, maar ja, dat zeg ik. Dat je het gewoon als leermoment meeneemt. Ja, maar ik weet het van mezelf dus. Oké, nou, hou daar dan rekening mee. En dan wens ik u wel thuis. Ja? Oké, fijne avond. Deze man kan het niet verkroppen dat de politie iets ruimere bevoegdheden heeft dan hij zelf. De bekeuring voor het Rode Kruis bedraagt €160 en het bumperkleven loopt via de officier van justitie. Koos, de bestuurder die we net zagen, die had commentaar op alles en iedereen, maar met zijn eigen rijstijl was blijkbaar helemaal niets mis. Maar volgens mij denk jij er anders over. Ja, deze meneer die kon wel scheuren in een auto, maar die kon absoluut geen auto rijden. Want autorijden doe je op een veilige manier en dat was niet aan de orde. Nou betichtte hij de politie ervan dat ze zichzelf ook niet aan de verkeersregels hielden. Hoe zit het eigenlijk met de bevoegdheden van agenten? Wat mogen ze wel en wat mogen ze niet? Nou, de politie mag als het nodig is voor de uitoefening van de taak, mogen ze handelen in strijd met de regels die in de wegenverkeerswetgeving staan. Maar
Maar het is natuurlijk wel zo dat ook de politie de veiligheid op de weg niet in gevaar mag brengen. Dat klinkt allemaal leuk, maar ik zie ook wel eens agenten over de vluchtstrook rijden en bij het tankstation even een bakje gaan doen. Dat is toch onacceptabel? Ja, ik weet niet hoe lang jij dan in de file staat, maar vaak wordt dat laatste er allemaal bijgedacht. We zien een politieman of een politievrouw over de vluchtstrook rijden richting het pompstation. Maar er kan natuurlijk heel wat anders aan de hand zijn. Er kan iemand onwel geworden zijn. Er kan getankt worden zonder te betalen. Er kan een overval zijn. En dan gaat de politie daar natuurlijk niet met een blauw zwaarlicht naartoe. Stel, de politie houdt een wegpiraat staande en het blijkt om een collega te gaan. Gaan ze daar nog anders mee om? Nou, dat ligt eraan. Als die collega met opdracht van de alarmcentrale onderweg is naar een ernstige zaak en daar hard voor moet rijden, dan is het heel wat anders dan dat die politieman in zijn privé de regels overtreedt. Want in dat geval zal de politieman die hem staande houdt in ieder geval een procesverbaal opmaken. Als je als burger nou een klacht in wil dienen over het rijgedrag van de politie, hoe moet je dat dan doen? Nou, dan moet je in ieder geval het kenteken van de auto noteren. Je moet de plaats en het tijdstip noteren. En vervolgens een brief schrijven aan de korpschef. En de korpschef die zal hem ter beschikking stellen van de klachtencommissie. Want elk korps heeft een eigen klachtencommissie en die zal de brief afhandelen. We rijden mee met de regio Haaglanden in Leiden op de Valkenburgseweg. Sofiane de Paul en Henry naderen een wegversmalling en moeten vol in de remmen omdat de bestuurder van deze Citroën keihard voorrang neemt. En die geeft ook nog eens een middelvinger. Ja, terug. Dit onaangepaste gedrag geeft minimaal aanleiding om een gesprekje met de bestuurder aan te knopen. Maar die gaat er ondertussen met hoge snelheid vandoor. Ik krijg geen zin, nou maak een achtervolging. Doorruit. Doe maar even blauw aan, anders krijg ik geen zin achtervolging. De politie-sirene moet eraan te pas komen om deze bestuurder tot stoppen te dwingen. En die pakt ondertussen weer een rood verkeerslicht mee. Geef maar door, achtervolging. De surveillanten alarmeren de centrale meldkamer om de achtervolging door te geven. Maar de Citroën-bestuurder kiest eieren voor zijn geld en besluit toch maar gehoor aan het stopteken te geven. Goedendag meneer. Goedendag. Mijn naam is De Bruin, politie Haaglanden, bureau verkeer. Mag ik u rijden kentekenpapieren alstublieft? Ik reageer eerst opgefokt, maar ik schrok maar helemaal op. Ja, daar gaan we het ook even over hebben. Dat vind ik van wel. Dankjewel. Hey, het volgende. De manier waar u op aankwam rijden, dat verdient geen schoonheidsprijs. Ik dacht dat ik hem nog wel halen. Ja, maar je... Ja. Ik zit nog te... Ja, dat snap ik. Dus je probeerde echt het recht van de sterkste eruit te houden. Terwijl je eigenlijk op dat moment... Ik zag jullie de bocht omkomen. Ja. Dus ik krijg 100.000 keer per dag. Dus ik denk, nou, dat ben ik eerder. Ja, nou, dat redde je dus niet. Vandaar dat wij in de remmen moesten en jij ook. Nou, vervolgens het gedrag wat je daarna tentoonspreidt, dat slaat nergens op. Nee, middelvinger in de lucht steken, dat is... vervolgens keren wij en pak je vol een rood verkeerslicht mee. Ja, ik dacht, ik zie al een stel gast af te maken. Ja, om ik denk, ja, ik moet wegwezen. Ja, nou, het eerste, daar waarschuw ik je voor. Dat verkeerslicht, daar krijg je gewoon een bekeuring voor. Dus ik nodig je uit om even de beelden te zien van hoe dat dan gaat. Goedenavond, Verhoeven, verkeerspolitie. Sorry. Gaat het eens vertellen? Ik zit nog trillen. Ik dacht, ik rijd dat stukje 100 keer per dag. En ik zie jullie daar de bocht om komen. Dus ik denk, nou, dan haal ik hem op. Ja. Maar daar verkeek ik mij geen. Ja. Dus ik zie jullie stoppen. En ik denk, nou, ik zie stel jonge gasten. En ik zie jullie achter me aankeren. Ja. Ik denk, nou moet ik heel snel wegwezen. Ja. Maar hoe komen dat... Hoe kom je, denk je, in zo'n situatie? Ik zag jullie aankomen rijden. Ik denk, dat haal ik wel makkelijk. Oké. Zal ik je laten zien wat onze snelheid daarbij is? En hoe hard jij op ons afkomt rijden? Dit zijn onze gecorrigeerde kilometers. Ik rijd nog onder de maximum snelheid. Kijk, en ik moet al naar het midden. En dan is het bij jou de wet van de sterkste wat gaat gelden. Nee, oké. Okay. En dan heb je denk ik last van een stijve middelvinger of zo? Of nee. Dat je meer frustratie. Ik schrok mij even. Ja, ik merk dat je gefrustreerd bent. Want want zulk rijgedrag. Ja, dat was puur eigenlijk schrik. Ja, en moet je kijken hoe hard we dan er vandoor gaan. Ja, ik denk, ik moet weg, ik zie een paar gasten achter me en ik denk, waarom? Ik denk, nou moet ik snel zijn. En dan dat rood licht. Nou ja, daar kijkt het wel voor, dus logisch. Ja. Nou, je hebt gelijk. Ja? Dus als je nou voortaan je snelheid wat reduceert en middelvinger is gewoon een beetje thuis laat, dan hoef je ook niet bang te zijn dat er iemand achter je aankomt rijden. Ja?
Nou, je hebt... Heb je nog vragen zover? Nee, dat is gewoon fout. Oké. Okay. Mag ik even naar mijn collega? Die gaat even verder met u afhandelen. Oké. Okay. Ten aanzien van het rode licht, heeft u daar een verklaring voor? Nee, ik was eigenlijk meer aan het maken dat ik wegkom bij jullie. De boete bedraagt 160 euro. Oké. Okay. Rood licht. Dat was een duur leergeld. Ja, zonde. Maar ja, ja. Maar die middelvinger vond ik eigenlijk nog... Nee, hij heeft van mij geschoten. Asocialer. Dus daar ben ik eigenlijk het meest teleurgesteld in. Goed. Ja? Oké. Okay. Ondanks dat ga ik je toch een hand geven. Ja. En een prettige avond wensen. Ja? Heb je in je handen, rechts voor je? Ja? Deze bestuurder zal zich voortaan twee keer bedenken voordat hij zijn middelvinger opsteekt. De bekeuring bedraagt 160 euro. Volgende week gaat deze bestuurder kopie onder. Wat heb je gedaan? Ik denk ik te laat gerend of... Moet je even uitleggen dan, want... dan moet je even uitstappen en even uitleggen, want dat is natuurlijk wel heel bijzonder. Hij ligt helemaal kopie onder.